Stel dat kerst niet bestond en wij dachten, Joran, wij dachten, wij gaan een feest oprichten op 25 december. En we doen een soort petitie in de Tweede Kamer. Mm-hmm. Dat was ook één grote puinhoop geworden, als we dat nu in Nederland hadden moeten bedenken. Ja. Dat was even een vraag waarvan ik weet dat als mijn moeder dit kijkt, dat ze dit ook gaat vragen. Zitten wij met zo'n kerstboom in ons huis, dus eigenlijk een stukje hekserij naar binnen te slepen? En welkom bij Crux, het programma waar we heilige huisjes, hete hangijzers en hot items door de mangel halen en toch een goed gesprek voeren. Vandaag zitten we in een, toch iets wat treurig schuurtje in de tuin van de EO. Er was namelijk geen plek meer voor ons in de EO-herberg. Koud schuurtje ook. Het is een koud schuurtje, sorry David. Ja. Het is niet makkelijk voor ons. Ik had nooit gezegd dat het allemaal gewoon gemakkelijk zou worden bij Crux. Dat is waar. Maar we zitten hier ook met een reden, want het is precies waar we het vandaag over moeten gaan hebben. Is er ook nog wel plek in de herberg voor dat christelijke feest kerst dat we zo graag vieren? Tenminste, jij wel, hè David? Ik hou ervan. Ja, hoe clichématiger, hoe beter. Gewoon alles erop en eraan. Ja? Let's do it. Zingen ook. Zingen, absoluut. Kersttruien? Kersttruien, ja, die zocht ik eigenlijk ook voor deze gelegenheid, maar die kon ik niet meer vinden. Dat is minimalisme, niet dit. Dit is een beetje een kersttrui, alleen dan zonder, een beetje sobere kerst. Ja. Maar ik vier zelf geen sobere kerst. Ik hou wel gewoon van een kerstboom, coumette, Mariah Carey, Michael Bublé, cliché-achtige liedje. Had je dat ook? Ja, maar dat zeg ik altijd dat voor mijn vrouw moet. Ja, ja, ja. Dat vind ik wel heel leuk. Jij weet dus heel veel van kerst, dat voel ik en alles. Maar je weet ook van het veranderen, de veranderende positie van kerst in onze steeds meer seculariserende maatschappij. Nou ja, ik hou het wel in de gaten. Omdat voor een podcast die ik maak, Ongelofelijke Podcast, letten we heel erg op de secularisatie, de ontkerkelijking. Nederland die steeds iets minder religieus, iets minder christelijk wordt. Blijkt uit alle cijfers. En dat vind ik ook wel interessant. Wat doet dat dan met kerst? Ja, want kerst is natuurlijk van oudsher een christelijk feest. Of misschien ook niet, hè? Daar gaan we nog over hebben. Leuk dat je het zegt. Ja, want ik ben zo dus benieuwd wat dat met ons kerstfeest doet. Ik noem het al ons kerstfeest. Maar is het eigenlijk wel ons christelijke kerstfeest? Of werd het daarvoor ook al heel lang gevierd? Daar ga ik het zo over hebben met traditionele heks Luna Dea. Fijn dat je er bent. Heb jij dan kerstattributen in je huis staan? Ja, de kerstboom. De kerstboom staat bij jou? Een echte of een kunstboom? Ja, wel een kunstboom. Ja. Dat wel. Ja. Dat dan weer wel. Ja, oké. Robert Zichter, ik begin bij jou. Jij bent, en dat draag je ook uit, letterlijk, hè? Vind ik mooi. Nee, jij bent theoloog en predikant. En jij weet heel veel over het christelijke kerstfeest, toch? Ja, ik ben ook nog historicus. Ook dus dan nog. Van geschiedenis weet ik natuurlijk gewoon ongeveer alles. Ja. Weet jij alles? Ik ga hopelijk vandaag niet door de mand vallen. Ben ik wel een beetje bang voor stiekem. Maar... Ja, ben je er bang voor? Je hoeft niet bang te zijn. Nee. Vind ik ook wel bij kerst pas. Je hoeft niet bang te zijn. Nee. Mooi kerstboodschap. Ja. Dan schrijf het er gewoon uit. Hoe vier jij kerst? Hoe vier ik kerst? Ja, dit jaar allemaal wel een beetje lastig. Hè? Dus er wordt natuurlijk weer zo'n kerstochtenddienst waar ongeveer niemand ziet. En mensen ongeveer niet mee mogen zingen. En, corona? Vanwege corona. Even voor de mensen die dit in 2060 terugkijken. Oh ja, snap ja nee, dat zou goed kunnen. Goed. Hey, Robert, kun je wat vertellen? Vanaf wanneer vieren wij kerst in Nederland? In Nederland? Dan wil ik toch eerst even beginnen iets meer naar het zuiden. Het Romeinse Rijk, Israël. Eigenlijk denk ik dat kerst in de kerk vooral vanaf de 4e eeuw gevierd wordt. Dat het voor die tijd, paas wordt wel al heel lang gevierd in de kerk. Dat is eigenlijk het feest. Kerst is in die zin dus nog vrij nieuw. Je denkt misschien, Jezus geboren jaar 0, jaar 1. Maar dat klopt dus ook al niet. Want waarschijnlijk klopt die jaartelling niet helemaal en is Jezus geboren in het jaar -6 voor Christus. Dus dat wordt wel een beetje ingewikkeld. Dat denken we omdat koning Herodes zit natuurlijk ook in het kerstverhaal. Die Jezus probeert te doden en de andere kleine jongetjes in Bethlehem. En die is in het jaar 4 voor Christus gestorven. Hmm. Dus ja, dat verhaal moet voor die tijd hebben plaatsgevonden. Dus 6 voor Christus. Ja. Dus ja, het jaar... al lang. We doen het al lang. Ja. Maar het is natuurlijk ook interessant van waarom doen we het dan op die dag, hè? 25 december. Ja. Want de kans dat Jezus echt geboren is op 25 december, die is, zoals iemand anders al een keer zei in een ongelooflijke podcast, ongeveer 1 op de 365. Ook, ja, nee, ik ben een trouw fan. Heerlijk. Dus die kans is niet zo groot. En daarin wordt het ook wel interessant, hè, van waar komt kerst nou vandaan? Dat er ook wel meerdere verhalen in meespelen, meerdere tradities.
De traditie van het midwinterfeest, waar jij veel meer van weet dan ik. Wat eigenlijk allerlei culturen en landen wel kenden. Ja. De Romeinen hadden in die tijd het feest van Saturnalia, het feest van Saturnus. Oké, maar want er zijn dus wel wat... Nou, details wil ik het niet noemen, maar er is wat onduidelijkheid over de precieze herkomst en wanneer nou letterlijk. Maar we doen dit al ontzettend lang. Ja. En als we dan even kijken naar hoe we kerst nu vieren versus toen. Heeft dat er dus altijd al zo uitgezien of zit daar een soort ontwikkeling in? Ik denk dat, dus in de vierde eeuw was de discussie over wanneer is Jezus nou geboren. Ik denk dat hoe wij kerst vieren, dat dat veel meer een soort 19e eeuwse traditie is dan dat het... en dat dat ook weer een ontwikkeling is, dat steeds meer natuurlijk gaat over de kerstcadeautjes in plaats van het kerstverhaal. Dus dat is iets, denk ik, van de laatste twee eeuwen en ook dat is rap aan het veranderen. Robert, je noemt het al even, Pasen werd eigenlijk al eerder gevierd. Ja. Dat is eigenlijk het belangrijkste feest, toch? Ja, het Joodse feest, dat wordt al duizenden jaren gevierd. En vanuit de christentraditie zijn we daarin meegegaan. En de opstanding van Jezus, ja, dat is het bijbelverhaal in het christelijk geloof. Als we dat niet hadden, dan hadden we geen christelijk geloof. Dat is de essentie. Ja, veel kerst, ja, dat kan je er nog wel afknippen. En dan zijn we veel gezelligheid kwijt, maar het verhaal blijft gaan staan. Maar waar is het dan misgegaan? Want inderdaad, als je nu kijkt naar welke plek kerst heeft in ons leven, in ons land, in onze maatschappij, dat is huge, weet je wel. Iedereen doet daar aan mee, iedereen is druk. Pasen, veel minder. Maar is het ergens, is het fout gegaan? Ja. Ja. Ik vind kerst ook leuker dan Pasen. Terwijl, voor mij als christen heeft Pasen, nou wat Robert al zegt, veel meer betekenis. Ja. Maar kerst is gewoon leuker of zo. Het is commerciëler gewoon, volgens mij, toch? Ja, misschien ook dus... wel het kerstverhaal zelf, want het paasverhaal is een heel bloederig, raar verhaal. Ja. Iemand die opstaat uit de dood, dat is al... Nooit iemand heeft gesnapt hoe dat zou moeten kunnen zijn gebeurd. Maar iemand die doodgaat en dat op de Goede Vrijdag. Het is helemaal niet... Het is raar. Het is helemaal geen aantrekkelijk verhaal. Terwijl het kerstverhaal, als je daar de goede dingen uitklipt. Hè, die herretjes en de engelen en dat kindje geboren in die kribben gelegd. Ja, je kunt er een heel mooi romantisch verhaal van maken. En daar kan iedereen niet mee. Ja. Ik denk niet dat het echt een bijbelverhaal is, maar je kunt er wel makkelijk uitknippen. En het paasverhaal is dat veel lastiger. Ja, maar oké, we gaan zo doorpraten over kerst anno nu. Maar dan eerst even terug naar nog voordat dus het christelijke feest landde. Luna Rea, jij noemt jezelf een traditionele heks. Ja. Wat betekent dat eigenlijk? Nou, voor mij is een heks iemand die dicht bij de natuur staat. En vrij letterlijk voelt, ook nu, hè? Ja. En voelt dat daar bezieling in zit. Levenskracht. Ja, dat is voor mij de essentie van hekserij. Het aanvoelen van die bezieling, van die levenskracht. Ja. En daar ook een stukje mee kunnen werken. Dus een sturing aan kunnen geven. En dat doen we weer door middel van rituelen. Heel veel mensen denken dat heksen die voeren allemaal rituelen aan. Maar dat is... De rituelen die we uitvoeren hebben te maken met het aanvoelen van de levenskracht. Want wat voor rituelen voeren? Ik weet er eigenlijk heel weinig van. Nou ja, het aanvoelen van de levenskracht, dat is ook het meegaan in de cycli en de seizoenen. Mm-hmm. En seizoensvieringen, daar staan we bij stil. De seizoenswisselingen bedoel ik, staan we bij stil. Dus het overgaan van winter in herfst, van herfst in winter en later van winter in lente en van lente in zomer. En wat doe je dan? Ja, die overgang eerbied tonen daarvoor. En dat is het ritueel wat we uitvoeren. Dus het heeft helemaal niks met een duivel of een zaad van te maken. Stel, iets in een bos en dan met kaarsen en rondjes lopen. Ja, maar dat lopen, is weer, ja, een, maar dat is weer magische het, stenen, het, zo, het beeld wat geschapen is. Dat heksen midden in de nacht in het bos met kaarsen inderdaad rondlopen en om een ketel heen dansen. En dat maar dat klopt niet. Nee, in de nacht. Dan slapen de meeste heksen. Flink imagoproblemen hebben jullie. Ja, klopt. Ja. Even naar december dan, hè? Naar kerst. Noem je het kerst? Overgang. Ja, ik noem het midwinter of joel. Maar joel, ja. Als in joelen. Ja. Joelen. Als je kijkt naar Scandinavië, daar wordt kerst ook nog steeds joel genoemd. Oké. Okay. En dat is gewoon het woord voor kerst ook daar. Ook door christenen en zo? Ja, dat is gewoon het woord voor kerst daar. Ja. En hier noemen we het kerstmis of kerst. En, maar de oorspronkelijke benaming voor dit jaarfeest is midwinter hier in Nederland. Oké. Okay. En ik noem het een jaarfeest omdat het een winterviering is. En wat vier je dan? Want dat lijkt me helemaal geen reden om iets te vieren dat het kouder wordt. Nou ja, je viert dus dat je klaar bent met al je voorbereidingen voor de wintertijd. Die gaat nu echt beginnen.
En om die voorbereidingen kracht bij te zetten, kom je dus bij elkaar met z'n allen. En de hele familie komt bij elkaar. Iedereen neemt wat te eten en te drinken mee. Samen heb je heel veel en heb je genoeg om deze donkere tijd door te komen. Want het begint wel met midwinter. Maar vroeger, in de voorchristelijke tijd, waren de mensen nog niet helemaal zeker van of het licht wel ging terugkeren. Nu weten we alles natuurlijk over de wereld die draait en de zon stand en dergelijke. Maar ja, toen hadden ze nog een beetje daar hun bedenkingen over. Gaat het licht wel terugkeren? Dus gingen ze dat ritueel bijstaan met allerlei ceremonie en vieringen. En met heel veel lichtjes probeer je het licht aan te trekken. Want licht trekt licht aan. En dus staat helemaal los van de geboorte van Jezus Christus? Ja, nou ja. Jezus is natuurlijk ook een lichtbrenger. De traditie van de lichtbrenger die in de donkere tijd tevoorschijn komt, is al een hele oude. Ja, oké. Dus het is het feest van de lichtbrengers. En daar is Jezus er dan één van, wat jullie betreft. Ja, voor mij wel. Ja. Maar ik sta daar heel vrij in. Ik heb zoiets van, iedereen heeft zijn eigen keuze van de religie. Dus. En dan zie ik jou al een beetje richting die kerstboom kijken. Want wat is er over dan van die voorchristelijke manier van kerstvieren? Hoe noem je het nou mooi? De seizoenswissel? Seizoensvieringen. Seizoensvieringen, ja. Dat bedoel ik. Wat zien we daar nu nog van terug in onze hedendaagse manier van kerstfeest? Heel veel, ja. Het is kijk, midwinter is dus de viering van bij elkaar komen en zorgen samen voor warmte. Nou ja, we komen nog steeds met de families bij elkaar en dat doen we nog steeds. Dat is nog steeds traditie. Heel vaak wordt er nog heel veel overvloedig eten neergezet of meegebracht. En samen heb je genoeg. Dat zie je ook nog steeds terug met onze kerstdiners. En als we naar de kerstboom kijken? Onze huizen versieren we allemaal met licht en we halen wintergroen naar binnen. Even een vraag waarvan ik weet dat als mijn moeder dit kijkt, dat ze dit ook gaat vragen. Zitten wij met zo'n kerstboom in ons huis, dus eigenlijk een stukje hekserij naar binnen te slepen? Nee. Nee, hè? Nee. Mam? Nee, want het wintergroen. Gewoon blijven staan. Nee, het wintergroen is wel een hele oude voorchristelijke traditie. En dat zie je ook over de hele wereld terug. Het als symbool, het groen. Wat je wil dat het terugkeert. Hulst, maar ook dus de den, werd stukjes daarvan naar binnen gehaald. Dus wintergroen takken. Juist. Maar een boom, de allereerste optekeningen van dat er echt een boom naar binnen gehaald werd, dat zie je terug in de kerk. Oké, die is van ons. Die is van ons. Ja. Daar blijf jij af. Nou ja, goed. Er zijn ook wel discussies over, want in Letland en in Litouwen strijden ze om de allereerste van de kerstboom te zijn. En daarbij zijn dan optekeningen van traditie dat de mannen een grote boom uit het bos gingen omhakken, naar het dorpsplein toe brachten, daar omhoog opzetten, werd het versierd door de vrouwen en daarna werd hij in de fik gestoken. Maar het echt, de kerstboom zoals we die nu kennen, met daarin de ballen, met waar daarin komen die vandaan? Is er ook een verklaring voor? Kerstballen zoals we die nu kennen zijn natuurlijk pas in de 18e eeuw gemaakt. Okay. Dus daarvoor kennen we dat niet, maar de oudste traditie van een versierde boom met balachtige, dat waren vergulde appelen die erin gehangen werd. En dat komt dus weer uit dat protestantse verhaal, waarin heel vroeger werd er in de protestantse kerk, werd er in het voorportaal werd een hele grote boom neergezet, versierd met vergulde appelen, om de boom vanuit het paradijs van voor te stellen. En daar werd dan het beginverhaal van Adam en Eva verteld. Juist, maar het is allemaal wel met elkaar verweven. Dus het stroomt allemaal, het licht, als we kijken naar hoe we nu kerst vieren, dus met een kerstboom en die ballen en de lampjes, het ligt allemaal dicht tegen elkaar. Het is echt met elkaar vergroeid allemaal. Ja. Waarom hou jij je hier zo mee bezig? Waarom houdt de hekserij zich zo bezig met deze feestdagen en met kerst? Nou ja, ik persoonlijk vind het heel erg interessant om te kijken naar de oude tradities. En daarom noem ik het traditionele heks. Wat me wel afvroeg bij veel van die dingen die je vertelt, ook over de oorsprong en zo, van allerlei dingen uit de kerstboom. En überhaupt over Yule, is het niet moeilijk om dat allemaal historisch terug te vinden, zeg maar? Want dat vraagt me wel af, want als je een beetje gaat verdiepen in de geschiedenis van kerst, je komt echt in een soort mijnenveld terecht. Van één zegt nee, het is van dit en dan nee, het komt daar vandaan. En natuurlijk je hebt natuurlijk heel weinig bronnen uit die tijd, want zij schreven niet heel veel
op? Nee, die de meeste... Germaanse voorouders, zeg nee, maar. Dat waren vooral Romeinen of later christenen, bisschoppen en zo. Ja, klopt. Dus dat is ingewikkeld, denk ik, om die oorsprong helemaal terug te vinden. Waar baseer jij op? Nou ja, wel op die oorsprongen, want van daarvoor zijn er bijna geen optekeningen. Er zijn wel dingen in stenen gekrast en zo. Vooral in Scandinavië heb je nog stenen met allemaal inscripties met het runeschrift en zo. Maar de echte optekening van tradities, die komen dus inderdaad vanuit de Romeinse tijd en daarna. Christenen dus eigenlijk, ja. Volgens mij is er echt een soort strijd van historici. Dat weet Robert denk ik beter dan ik, maar als je echt een beetje gaat verdiepen daarin. Echt, die elkaar echt bestrijden van nee, het komt hier vandaan. Ik heb deze bron, jij hebt deze bron. Dat is echt een soort battle van de geschiedenis. Zegt Luna, deed jij nu ook al dingen waarvan je denkt van nou, dat zie ik echt heel anders? Nou, als historicus niet zozeer. Maar wat ik wel interessant vind is dat je, zeg maar, ik kan heel ver in je meekomen denken. Dat ik denk van ja, we moeten inderdaad veel meer die schepping gaan waarderen. Zijn we denk ik ook als christenen heel erg mee bezig. Reo ook, duurzaamheid. En dus daarin weer die verlichting met we hebben controle over de natuur en we kopen elke week bij de Albert Heijn exact dezelfde groenten, want we doen niet meer aan seizoenen. Ja. Daar willen we eigenlijk allemaal wel een beetje van af, denk ik. Dus dat kan ik heel erg daarin waarderen. Wat ik wel interessant vind, is dat je zei dat je ook dat vroeger mensen dit soort dingen dus ook deden om een soort zekerheid in te vinden. Hè? Van de winter komt er nog wel weer een lente. Dus dat je bepaalde rituelen hebt om dat misschien ook wel magisch af te dwingen. Waarvan jij zei, ja, dat hoeft nu niet meer, want we hebben die wetenschappelijke kennis. Van, het wordt gewoon, we weten hoe het zit met de zon en met de aarde. En ik denk dat daar ook wel, vanuit christelijk geloof, dat daar ook iets in zit van, we vertrouwen erop dat God deze aarde vasthoudt, dat dat niet verdwijnt, dat er gewoon weer lente komt. Ja. Dus ik ben wel benieuwd, hou je er ook echt een soort basisvertrouwen uit, en dat soort rituelen? Want ja, jij weet ook dat de lente er gewoon weer komt. Dus wat doet het dan met jou? Daar ben ik wel benieuwd naar. Nou ja, ik vier de feesten niet zozeer vanuit het oogpunt van komt er wel iets, want dat weet ik inmiddels. Mijn voorouders deden dat wel vanuit dat oogpunt. Dus daarom, ik vier de feesten meer om eerbied te tonen voor de veranderingen van de natuur. Oké, dus we hebben veel gehoord over herkomst van bepaalde zaken die we met kerst vieren. Hè. We hebben het gehad over de oorsprong van natuurlijk het christelijke feest kerst. Maar David, als we dan weer even teruggaan naar nu. Ja. Je noemde het al, hè, de cadeautjes worden steeds belangrijker. Dat zie je natuurlijk maatschappelijk. De sfeer, de gezelligheid en het eten. En jij gaat lekker gourmetten. Hoeveel mensen kerst... Ja, we doen er ook als christen dus aan mee. Ja, dat volop. Is een bewijs van dat die mengelmoes helemaal... alles is in elkaar overgelopen eigenlijk. Ja. Maak jij je zorgen over kerst? misschien was het wel onze laatste kerst, je weet het niet. Je kan het op twee manieren naar kijken. Je kan denken, bestaat kerst nog over 10, 20 jaar, 30 jaar, 40 jaar, 100 jaar? Ik denk het wel. Want zolang christenen kerst blijven vieren en daarbij stil blijven staan, zal het blijven bestaan. Ik denk alleen dat kerst als een soort gemeenschappelijk, landelijk feest, wat ons allemaal samenbindt, ik denk dat dat wel... Dat denk ik een kwestie van tijd is voordat dat echt minder en minder wordt. Maar hoezo? Want je ziet toch juist dat we daar misschien wel steeds meer op aangaan. En dan niet dus het christelijke aspect, het feestaspect. Ja, het feestaspect wel. Maar je ziet wel dat het echt benoemen als kerst, dat wel steeds meer gevoelig ligt. Ja. Dus je had bijvoorbeeld, het was nog onlangs, heb je een eurocommissaris vanuit Malta. En die had een handreiking geschreven over inclusiever taalgebruik. Wat dan allerlei landen, politici, ambtenaren kunnen dat invoeren. En daarin had zij gezegd, we moeten af van het woord fijne kerstdagen. We moeten toe naar fijne feestdagen. En nou, waarom dan? Nou, haar idee was, dat is inclusiever, want je hebt allerlei mensen die vieren geen kerst. Wat natuurlijk klopt. Je hebt een seizoensfeest. Precies, midwinterfeest. En je hebt allerlei andere soorten kerstfeesten. Nou, toen had ze dat gezegd, heeft ze gelijk binnen een paar dagen volgens mij weer teruggetrokken. Want er kwam kritiek vanuit Italië en Marine Le Pen vanuit Frankrijk. Die zei van nee, kom je in onze cultuur, kom je in ons gedachtegoed. Moeten we niet doen. Nou, trok ze het weer terug. Dus die storm is overgewaaid als je dat zo... Kijk. Kerst begint al af te lopen. Ja. De eerste lampen vallen al uit. Precies, het wordt niet alleen kouder, het wordt ook nog gewoon donkerder. Ik ben benieuwd dat het er over 10 minuten nog over blijft. Maar... dat trok ze dus weer in. Maar ik denk dat het een kwestie van tijd is, voordat het gewoon die kant op gaat. Je hebt in Amerika is het gewoon al veel meer een ding. Wordt het The War on Christmas genoemd. Oh, wauw. Dus daar heb je allerlei warenhuizen die zijn op een gegeven moment, we gaan niet meer Merry Christmas zeggen, maar Happy Holidays. Want dat is voor iedereen. Maar dat is toch zonde?
Nou ja. Maar ik hoor jullie ook kerst zeggen en niet kerstmis. Ja. Want het christelijke feest is kerstmis, want dat begint met de mis. Ja, wij zijn ook de protestants of zo. Ja, dat denk ik wel. Wij hebben dan geen mis. Dus het bij ons gewoon een dienst. Ja, de kerstkerkdienst, dat bekt ervoor. Maar jij zegt dat is zonde, maar want jij omschrijft dan hoe het verloopt. Maar vind je dat dus jammer? Vind je dat kwalijk dat dat dus steeds meer dan zal verdwijnen? Ja, ik vind het wel jammer. Natuurlijk, ik bedoel, het zegt volgens mij twee dingen. Dat gewoon de commercialisering gaat gewoon heel erg snel. Ja. Ja, dat is gewoon, je hebt eigenlijk in onze samenleving heb je gewoon twee krachten in onze samenleving, een cultuur die min of meer alles bepaalt in onze samenleving. Dat is consumentisme, vinden we heel belangrijk, en individualisering. Dat merken we ook in die ongelofelijke podcast die ik maak, om nog maar een keertje te noemen, waar we nadenken over secularisatie. Komen we telkens weer daarop uit. Kapitalisme en individualisme. Dat zijn eigenlijk de twee drijvende krachten die zowel links als rechts Nederland met elkaar bindt. Iedereen vindt dat belangrijk. En dat zie je ook kerst steeds meer opkomen. Ja. Dus het feit dat we hebben kerstmannen, kerstbomen, de Comet, All You Need Is Love, Mariah Carey, alles wordt steeds groter. Dat komt door de hele commerciële gedachte die oprukt. Het feit dat we ook gewoon qua welvaart gestegen zijn en daardoor meer geld kunnen uitgeven en daardoor meer van dat soort dingen te kunnen doen. En ik vind dat wel jammer, ja. Want het gaat wel ten koste van het originele kerstverhaal. En ik vind dat veel mooier, veel inspirerender, veel spannender bovendien. Het probleem is dat het, denk ik zelf als christen, ook heel erg een beetje hebben platgeslagen. Wat Robert net al zei, dat we heel erg de zoetsappige, romantische elementen hebben eruit geplukt. Hè? Een babytje in de kribbe en dan een ezel en een os en zo. En dat klinkt dan heel schattig. Ja. Terwijl het originele verhaal in de Bijbel was veel politieker, was veel ruwer, was veel weerbarstiger. En ik denk, doordat christenen het ook zelf een beetje zoetsappig hebben gemaakt en die commercialisering die enorm oprukt, dat gewoon die kern voor kerst die belangrijk is, steeds meer verdwijnt. En dat vind ik jammer. Hebben we het zelf verpest inderdaad? Vind jij dat ook? Ja, ik denk precies wat David zegt, dat het verhaal van kerst eigenlijk veel bruter en veel politieker, veel meer een statement maakt. Veel spannender. Veel spannender. Maar dus we hebben het eigen schuld. Dus deel dat het ook een beetje zo zoetsappig gemaakt hebben dat iedereen erin mee kan gaan. Maar daar wordt het heel saai van, dus gaat niemand er meer in mee. Dan moet je eigenlijk terug naar de kern. Waar het is gewoon voorspelbaar. Maar net hoor ik je noemen van het licht ook, we willen gewoon spullen en individualisering is belangrijk. Maar nu noemen jullie wat anders. Want was als het verhaal in de kern, als dat spannender, ruwer, echter was geweest, hadden mensen dan wel aangehaakt gebleven, denk je dat? Dat vind ik wel een mooie vraag. Ik denk dat het wel een verhaal is waar je minder omheen kan. Dus je hebt bijvoorbeeld met paas, hè, tuurlijk je hebt de paashaas en zo, maar je hebt de passion als groot evenement, hè, op tv. Met BN'ers en dan BN'ers kijken veel gezonden. Mensen naar, maar dat is een verhaal. Ja, je kan eigenlijk niet op dat verhaal heen. Tuurlijk, het is inderdaad bloederig en zo, maar het is gewoon een heel krachtig verhaal. En het kerstverhaal, zoals we dat nu hebben, kan je heel makkelijk omheen. Ja, een babytje in een kribbe, een ezel en een os, hoe kerst, weet je wel. Mm-hmm. Terwijl het originele kerstverhaal was veel politieker. Je hebt eigenlijk, wij kennen het kerstverhaal pas vanaf die baby in de kribbe, maar het begint eigenlijk, in de Bijbel begint het met Maria, die nou, ten eerste als een jonge tienermoeder zwanger wordt en dan krijgt te horen, jij wordt de moeder van het kind van zoon van God eigenlijk. Nou ja, super heftig. Ja. En daarna zingt zij een lied. En dat lied, dat kent niemand. Zeker in de protestantse traditie kent niemand dat. In de katholieke traditie wel meer. En dat is een super politiek lied. Daar zingt ze van, heersers stoot hij van de troon. En iedereen die gering is en arm die wordt verhoogd. De rijken stuurt hij weg. En armen worden overladen met gaven, staat geloof ik. Dus nou, cadeautjes, geschenken zou je kunnen denken. En dat is eigenlijk een heel politiek lied. Ja. Terwijl dat hebben we helemaal uit kerst gehaald. Terwijl dat is voor mij heel erg die kerstgedachte. Dat God dichtbij komt, juist naar die rafelranden, naar de armen, naar de mensen die niet goed passen in onze samenleving, de eenzame, hè, die voor wie kerst echt een plaag kan zijn. Ja. Dat is een veel spannender, realistischer verhaal waar we iets mee kunnen en waar mensen minder omheen kunnen. Nu is er geen passion op tv met kerst, maar een student omroep Max iets uit met de Scrooge of zo, Scrooge, weet je wel. Ja, ja, dat zegt iets. Ja. Het kerstverhaal is niet interessant genoeg. Is het tijd nog te keren, Robert, denk je dat? Nou ja, het kerstverhaal gaat dus al 2000 jaar mee. Dus het is waarschijnlijk niet de eerste keer dat we in crisis zitten met het kerstverhaal. Maar je moet dus wel, denk ik, en gaan zoeken naar wat nou dat echte kerstverhaal, dat het weer spannend is. En ook naar vormen om dat spannend weer te geven. Dus ik ben nu samen met de Landelijke Protestantse Kerk
hebben de kerstchallenge ontwikkeld. Dus die QR-code speurtocht. Er is eigenlijk geen woord voor te bedenken wat het nou precies is. Maar het is helemaal coronaproof, want het is een niet-evenement. En daar zetten we vooral de toon in Jezus als vluchteling. Dus ook verbonden met mensen die nu in een vluchtelingenkamp zitten. Dat is ook een element van het kerstverhaal wat wij belicht worden. Maar Jezus is dus een vluchteling. Hij moet in de buik van zijn moeder gaat hij eigenlijk op vlucht van Nazareth naar Bethlehem. Moet van de keizer. Ja. Niet dat ze dat vrijwillig doen. Vervolgens moeten ze op de vlucht van koning Herodes naar Egypte. Nou, een paar jaar later komen ze terug naar Israël. Maar dan blijkt Bethlehem niet veilig. Moet ze weer op de vlucht naar Nazareth. Dus die jongen is een jaar of vijf en is al 3 keer gevlucht. Dat zit niet in onze kerstverhaal zoals we dat kennen eigenlijk. Die hele harde kant daarvan. Maar maar dat zijn we helemaal uit het oog verloren. Daar gaat het helemaal niet meer om. Het gaat om cadeautjes en om al die sfeerdingen. Kunnen we dat nog terugbrengen naar de kern? Want dit klinkt leuk hoor, de challenge. Klinkt oprecht goed, maar dat gaat ons niet redden natuurlijk internationaal met dit feest. Je kijkt me aan zo van, ja, je hebt gelijk hoor. Redden. Ik krijg daar ook een beetje kriebels van. Want wat je bijvoorbeeld ziet, waar ik het net over had, hè, dus die eurocommissaris komt met een ongetwijfeld goed idee van, weet je, we willen niemand kwetsen, dus we zeggen gewoon fijne feestdagen. En als je ziet wie dan inderdaad als taal gebruikt, als zij moeten kerstfeest redden, moeten onze beschaving redden en we moeten weer opkomen voor kerst en zo, dan zijn dat wel mensen als Trump, president Trump, die maakte de echte groot ding van de warm Christmas, ging dat echt uitvergroten. En ja, nou, ik noem dan Marine Le Pen in Frankrijk, tamelijk extreemrechtse politicus. Ja, leuk lijstje waar je mij nu in plaatst. Precies, inderdaad. Je kan van het E-rijtje. Misschien dat de foto worden bij YouTube, vindt hij gewoon Trump, Marine Le Pen, Joram. Super. Ja, nee, maar daarom ben ik dus wel een beetje aarzelijk over. Want de mensen die dat soort taal gebruiken, zijn de mensen die eigenlijk volgens mij geen reet, sorry dat ik dit nu zeg, zijn diokerstig, geven om Jezus. Trump, Jezus boeit hem niks. Het gaat hem om een soort cultuurstrijd. Ja. Hij moet als christenen niet meegesleept worden in een soort cultuurstrijd, weet je, om kerst te redden van de kerstman en de elfjes en zo. Nee. Ja, dat moet je niet willen. Wat dan wel? Gewoon kerst blijven vieren. Gewoon op een manier die gezellig is en ergens over gaat. Het spannende, echte kerstverhaal vertellen. Ja. En als we dat nou eens gewoon gaan doen. Ja. En ook oog hebben voor de kerstgedachte van, ook omkijken naar de mensen om je heen. Want dat is de oorspronkelijke kerstgedachte ook. Als we dat gewoon gaan doen en dan voor de rest ontspannen ermee omgaan. Kijk, wij als EO en wij in ieder geval ook blijven dit vieren. Daar twijfel ik niet aan. Maar dan zijn er dus allerlei groeperingen die daar niet meer aan mee willen doen. Of niet aan mee willen doen of nooit hebben gedaan. Moeten we dan toe, want daar gaan we dus al naartoe, naar een soort gemeenschappelijke naam. De Happy Holidays, de feestdagen, hè, fijne feestdagen, het winterfeest. Is dat dan gewoon iets wat we moeten accepteren en wat we moeten doen, zodat iedereen daar zijn eigen lading bij kan vinden? Hoe moeten we het aan gaan vliegen? Ik hou ervan als we een concrete oplossing hebben. Je hebt gewoon een nieuwe naam. Toevoegen aan het regeerakkoord nog, een nieuw plan. Van hoe gaan we dat dan doen? Want het verandert nu in rap tempo. We hoeven het niet te redden, zegt David. Maar okay. is dat slecht? Want ik vraag me af, want er is natuurlijk al eeuwenlang zijn er veranderingen. Want in de eerste concilie, ergens in 350 of zo, na Christus, toen is bijvoorbeeld het hele de datum bepaald van het kerstfeest. Mm-hmm. En toen is er ook bepaald op welke manier het kerstfeest gevierd zou gaan worden. En ook het paasfeest en pinksteren en al die feestdagen, christelijke feestdagen hebben toen. Veel feesten waren al wel, maar dat werd ook misschien beter, die waren al wel een soort van ingebed. Hè, Ergens, en het zou eigenlijk wel slim zijn om dat op een ander moment te prikken nu, want corona blijft misschien een paar jaar met ons. Elke keer in december zit er weer eens om elkaar. Ja, september is eigenlijk veel handiger. Ja, dus het is wel heel gezellig. De geboorte van Christus is natuurlijk, de een zegt dat het in juni is, de ander zegt dat het in maart is. Geen zinnige dingen over te zeggen. Dus 7 is september slimmer. September is wel warmer hier. Oké. Nee, dus creatief, innovatief, kerstjes, dat heb ik al genoemd. En inderdaad niet proberen het te redden en maar aansluiten. Want die machten zijn zo sterk, dan kun je als EO kun je die strijd niet gaan winnen. Ja. De commercie bestrijden. Maar wel als proberen als kerk ook die andere kant te verwoorden. Idealiter dus ook groot zoals met de Passion, met Pasen gebeurt. Hoe groot zijn we nog als kerk? We zijn niet zo'n groot stem meer. Dus en
want jouw vraag was ook van wat moeten we nou gaan zeggen überhaupt? Moet je dan nog fijne kerstdagen gaan zeggen? Mm-hmm. Ik hoop dat dat wel enigszins behouden blijft, ook als cultuur. Want het is gewoon, weet je, kijk, als kerst ook weer een soort wordt opgeslokt door een soort hele grijze brei van, zeg maar, gewoon feestdagen. En we richten ons vooral op de cadeautjes en de kerstman. Ja, ik vind dat een verarming gewoon. Omdat er komt geen goed verhaal voor in de plaats. En dan dus je kunt wel blijven wijzen op dat ethische aspect. Hè? Want het kerstverhaal, dus die vluchtelingen. Daar moet je als kerk op blijven wijzen, op die kant. Want eigenlijk vinden we dat allemaal. Het zijn ook mensen, dat geloven we allemaal. Ongeveer heel Nederland gelooft dat wel. En dat kun je weer vanuit het verhaal weer vertellen waarom dat zo is. Het lastige tegenover die cadeautjes. Als het gaat om vluchtelingen, überhaupt, gewoon Nederland is zo gefragmentariseerd, weet je wel. De een vindt vluchtelingen wel belangrijk, de ander vindt, helaas zeg ik erbij, vluchtelingen niet belangrijk. De een vindt het wel belangrijk om over kerst te blijven spreken, de ander vindt het niet belangrijk en de ander vindt het zelfs kwetsend. Ja. Dus je kan niet meer, we leven gewoon niet meer in een land. Het land is zo pluralistisch, je kan daar gewoon niet meer het helemaal eens over worden. Stel dat kerst niet bestond en wij dachten, Joran, wij dachten, wij gaan een feest oprichten op 25 december en we doen een soort petitie in de Tweede Kamer. En we gaan met z'n allen een feest bedenken. Mm-hmm. Dat was ook één grote puinhoop geworden als we dat nu in Nederland hadden moeten bedenken. Ja. Want we zijn te divers en te eigenwijs om het nog helemaal eens te worden over één feest. En volgens mij hoeft dat niet zo'n hele grote ramp te zijn. Ik vind het inhoudelijk wel een verlies. Maar blijf gewoon fijne kerstdagen zeggen. En als je weet van iemand zit er niet op te wachten, want die viert dat helemaal niet. Mm-hmm. Ja, zeg dan fijne dagen of fijne feestdagen of whatever. Happy holidays. Happy holidays, prachtig. Ja. Ja. Nee, maar ja, je moet daar niet geforceerd mee omgaan, denk ik. Maar dat is wel de kant waar het op gaat, denk ik. Sowieso. Ja, dat moeten we dan maar accepteren. Misschien wordt er een beetje down van. En misschien, kijk, je kunt wel altijd Jezus, feestjes vieren zoals Jezus zegt dat je feest moet vieren. Dus nodig mensen uit die jou niet kunnen terug uitnodigen. Vluchtelingen ligt misschien gevoelig, maar mensen die wel een feestje kunnen gebruiken uitnodigen, dat ligt niet gevoelig. Ja. Ja. Dat kun je altijd sowieso blijven doen. Ja. En dat is altijd een mooi statement, wat heel erg raakt aan het kerstverhaal. Ja. Oké, okay, nou ja, ik ben wel gerustgesteld daarvan. Want inderdaad, ik zag het wel wat somberder in dan jij het ziet. Maar jij wilde een beetje strijdbaar er tegenin peuken. Ja, want ik denk van kom op voor kerst en rot op met je kerstman en zo. Zo zit jij erin. Maar nu ik jullie zo alle drie hoor spreken, denk ik ook juist, eigenlijk is het al zo perfect gemigreerd. En is het al zoveel samengekomen, los van dan het cadeautjes kopen aspect. Wat misschien een enige leegheid, dat kun je voor anderen doen. Nee, maar als ik dan ook zie dat kerst wel een feest is waar we extra naar elkaar omkijken, waar we het licht vieren, waar we een nieuw seizoen vieren, waar we dat is eigenlijk prachtig. Dus misschien gaat het helemaal niet zo slecht. Maar ja, en dus ook als, wat ik al zei, als kerk kunnen we ook weer juist weer leren van het waarderen van die seizoenen en die overgang. Ja. Dat we veel meer integreren in hoe we dat als kerk onze kalender en liturgie hebben. Dus daarin ook heel erg open-minded blijven. Nou, en ook het cadeautjes geven is een hele oude traditie. Dat zie je ook echt in overal terug, in de hele wereld al. Ja. Dus het cadeautjes geven in deze tijd is ook een stukje warmte en waardering schenken. Ja. Dus, oh, wauw. Ik ben een man van daden bij woorden. Dit is voor jou een cadeautje, David. Ja, ik ben jongens, er staat er daarin voor jou, Robert. Dit is echt heel attent van je. Ja, goed, geef mij dus zo ben jij. Zo ben ik, dat is mijn liefdestaal. En ik heb jullie, ik zou het ook leuk vinden als jullie dan iets toevoegen aan de kerstboom. Iets zelf? Zelf, ja. Ja, maar maak eerst je cadeau even over. Het kost mij al moeite. Ik hoop dat je het leuk vindt. Oh, wauw. Dit zijn gouden kerstballen. Het zijn gouden kerstballen. Van chocola. Je had al chocola gekregen met Sinterklaas, zei je. Ja. Maar deze zijn nog voor jou. Het lijkt op de allereerste kerstballen, de vergulde appeltjes in de grond. Vergulde appels, ja. Alleen iets minder gezond. Dat dan wel. Ja. Smaken beter dan vergulde appeltjes. Een bril. Ja, fantastisch. Wel bij de Made in China winkel, dus daar ben ik iets minder blij mee. Dat was de enige die nog open was. Ja, het budget van de heer was een beetje op, begrijp ik. Het is een hele mooie bril om op te zetten. Ah, het is een bril om op te zetten, ja. Soms, fantastisch. Het is bril kijk je naar kerst en het Bijbelverhaal, hè. Dat is wel een mooi bruggetje. Precies. Ja. Ik ben blij dat jij hem even zoekt, maar mooi. En dit is een sneeuwbal met een kerstmannetje erin. En dat staat natuurlijk voor, ja, de kerstman is ook een hele oude figuur in het winterverhaal. Het is de vader vorst, degene die de kou brengt. Oh. Nou, die kou is gekomen, hè? Die hebben wij gevoeld. Die is, Hey, ik heb ook wat voor in jouw kerstboom, Johan. Ja, dat wil ik dus graag. Ja. Kunnen jullie wat ophangen? Ik heb een kerstbal voor je geknutseld. Met de vluchtelingenkinderen. Oké.
En aan de andere kant de QR-code van de kerstchallenge. Dus kun je ook gewoon scannen met je telefoon en inschrijven om mee te doen. En dit is dan, ja, dit is mooi. Dus die hang je in de boom, dat doe ik dan bij deze. En die kun je scannen met je telefoon en die kun je meedoen. Ja. En voor mensen die zitten te kijken die mee willen doen, waar moeten ze zijn? Geeflicht.protestantsekerk.nl. Hops. Al nu op 40 plaatsen in Nederland en België. Oké, okay. Eén in België, maar toch. We doen ook wel mee, maar goed. Nee, David, heb je wat voor in de boom of niet? Ja, maar het is wel een stuk minder stichtelijk dan wat Robert had. Ik heb een kerstboom met haar van mijn hond. Ja. Wauw! Ja, dit is mijn hond. Ik weet niet of die zo goed in beeld is. Ja, die is wel matig naar het verhaal. Dit had je deed, maar je zag hem niet uit het echt. Maar wel mooi dat jij de schepping ook zo waardeert. Ja, en het uitvallen precies. Van de haren mooi, in het seizoen. Ja. Ja, ik zat nog te denken, moet ik iets met een bruggetje met een diepere gedachte. Maar dat kon ik eigenlijk niet bereiken. Ja, dat is mijn vak, hè. Misschien zegt het dit over de commercialisering van kerst. Ja. Dat wij niet onze hond trimmen. Ik moet oppassen met over mijn hond praten. Ik stop meestal niet als ik over mijn hond praat. Dus mijn hond vooral niet met mij. Maar nee, dat is hond trimmen en dan krijgen we dit van honden trimmen. Dus met echt haar. Dit is van dit is alles wat er mis is met dit feest. Ik zie ook echt mensen maar uitlachen. Dit is terecht ook. Ik ben even aan het beseffen hoe absurd dit is. Ja, nee, ja. Maar dit is kerst, joh. Of vind je het mooi? Vind je het... Nou ja, weet je, liefde voor de hond straalt er wel vanaf. Liefde voor de natuur, liefde voor de hond. Ja. Ik ben ook benieuwd hoe lang dit helemaal goed blijft. Het ruikt ook. Het is zo'n natte hond. Ja. Goed, dit was Crux. Ik wens jullie hele fijne dagen. Happy holidays. Hè? Dankjewel. Happy holidays. Dankjewel voor het kijken en tot in het nieuwe jaar. Doei! Vond jij dit nou een interessante video? Abonneer je dan op dit kanaal en laat hieronder weten wat jij van deze afschuwelijke kerstbal vindt met hondenhaar. Toch? Dit vinden jullie toch ook niet normaal? Dat is een hele mooie kerstbal. Heel veel emotionele waarde. Ja, sorry, dat is lullig. Ja, nee, weinig invloed. Ik voel me goed. Wat vind jij ervan? Laat weten in de reacties.